Nou, dit is Apu. Die is gecastreerd maandag. Nou, hij was zo ongelukkig in de kennel. Maar vandaag was hij al rustiger, hè? Hij was eerst binnengekomen, toen vond hij het allemaal wel spannend. Maar hij kan dus nu mooi eventjes een paar keer mee naar buiten. Ik dacht, een hele mooie hond, hè? Echt een mooie hond. Ik dacht, we kunnen hem even mee naar buiten nemen, even bij de katten kijken. Ga maar met ze mee, Apu. Ik denk dat als hij ergens naar een opvang gaat, dat hij ook heel veel steun aan andere honden heeft. Hij is nu natuurlijk alleen. Hij is altijd met anderen. Doe maar, Apu. Doe maar. Hij komt net van de dieren achter. Ja, kom maar. Kom. Kom maar. Kom. Goed zo. Knap ventje. Kom maar, goed zo. Dat is braaf. Goed zo, daar is die. Ja. Knap hoor. Ja. Hey Priscilla, ik denk dat het wel een leuke hond voor jou is om op te vangen. Miauw. Miauw. Het is echt een Galgo mix, hè? Echt, hè? Wel een heel apart. Hij is mooi. Hij is niet zo heel mager. Hij heeft wel een mooi body, vind ik, hè? Ja, hij is nog jong, hij is nog geen jaar en al gecastreerd, dat is toch ook wel sneu, hè? Nog geen één en je bent alles al kwiet. That's life. That's life, ja. Het is goed, jongen. Zet hem weer aan. Zullen we even kijken, Apu? Apu, kom eens kijken bij de poesjes. Kom eens kijken bij de poesjes. Ah, lief poesje. Ah, lief poesje. Ja, hij ziet ze wel nu lopen. Ja, hij heeft niet zoiets van jou ga ik pakken. Nee. Kijk, hij vindt ze een beetje spannend. Hij is natuurlijk sowieso onder de indruk, maar ik vind hem niet met katten van, oh, dan moet ik blijven kijken of zo. Eigenlijk helemaal niet. Kun je nog eventjes hier komen? Nog even met hem, nog een keer kijken. Hoi, poesjes. Kom maar.